Een vakantieherinnering. Zomer 2019. De aankomst. Het eerste dat ik zei toen we bij het huisje aankwamen en bij de familie op het terras aanschoven was: ik weet nu al dat ik het uitzicht straks ga missen. Onbevangen genieten is nooit een ding geweest. Een kwartiertje eerder had ik bij de afslag naar het landgoed al opgemerkt: let op jongens, dit is dus het mooiste moment van de vakantie. De aankomst. Als we eenmaal zitten, begint het aftellen. Mijn vrouw zuchtte, rolde met haar ogen en vroeg of ik voor één keertje niet zo fatalistisch wilde doen. Als ik het voor mezelf wilde verpesten, oké, maar niet voor het hele gezin. Het is toch zo, zei ik. Vanaf het erf van het huisje, het was weer eens niet goedkoop natuurlijk, keken we uit over een fraai dal met veel groen en hier en daar een dak en een kerktoren. Er was een zwembad, we aten vijgen zo van de boom, 's nachts zagen we de melkweg, maar het leukste bleek toch dat uitzicht. De belangrijkste bezigheid elke dag was een stoel pakken en een plekje zoeken in de schaduw om daar tot zonsondergang te zitten lezen, af en toe onderbroken met een duik of een wandeling naar de koelkast. Toen we na een week de auto weer startten om naar een camping te rijden, was het met gemengde gevoelens dat we een laatste blik over het dal wierpen. Gaat toch altijd weer snel, verzuchtte mijn vrouw. Ja, dat zei ik, ja,